Hoe is je brein? Is het goed? Ja. Weet jij wat voor dino dat is? En welkom bij dit bijzondere laatste stuk van onze oude Wisselse weg. De afgelopen tijd heel, heel hard gewerkt is, hè? Toch? Ja! We hebben kranen gezien. De straat waar we op staan is nieuw. Er zijn, als je die kant op kijkt of die kant op kijkt, allemaal nieuwe bomen. Een paar waren gevallen, hè? 2 jaar geleden bij een storm. Een hele belangrijke meneer hier. Dat is Jan Aalbers. Die werkt voor de gemeente. Dat is een wethouder. Ja, ik vind het wel mooi dat ik hier wat mag zeggen namens de gemeente. 2 jaar geleden, 18 januari 2018, toen was er ook heel veel wind. En toen zijn er 2 bomen op huizen gewaaid hier en 1 boom is ook hier op de school gewaaid. Die wist precies te vertellen dat deze straat was beplant met de Canadese esdoorn, de zilver esdoorn. En dat was gedaan omdat Epe 75 jaar geleden, er zijn nog veel meer dingen dit jaar over 75 jaar vrijheid, is bevrijd door de Canadezen. Een esdoornblad, ja, de Canadezen zeggen maple leaf. Maar voor vandaag ben ik erg blij dat mensen van de gemeente die er hard aan gewerkt hebben, mensen van de buurt die er hard aan gewerkt hebben en jullie die helpen om dit te planten. Er staan er eigenlijk per gat, er 16 in totaal. Dus moeten we even een beetje afwisselen van scheppen. Ik wens jullie succes. Deel je over de bomen. Wacht, dan kan jij niet één keer voor doen. Laat hem wel 2. Of niet zelf? Helemaal goed. Harder werken, gaat hier ook nog wat lekker.